Hallo allemaal en welkom in mijn thuisstudio. Althans, thuisstudio, gewoon aan de keukentafel in mijn huis. Net als veel van jullie probeer ik ook thuis te werken, zoveel als dat gaat. En daarom heb ik een lamp meegenomen vanuit de studio en hier neergezet. In de vorige video had ik dat ook al gedaan, die kun je hier even bekijken. En daar had ik de lamp wat anders neergezet en ik had daar nog geen grid op de lamp zitten. Dat heb ik nu wel, dus ik ben benieuwd wat je van deze lichtopstelling vindt. Laat me het vooral weten in de reacties hieronder. Wat jullie beter vinden. Maar voor deze video gaan we weer een keer in Lightroom bezig. We gaan namelijk het licht aandoen van lantaarns in Lightroom. We zouden dit ook kunnen doen in Photoshop. Maar aangezien veel mensen Lightroom gebruiken en Photoshop vaak toch nog wat lastig vinden, wil ik deze manier in Lightroom graag laten zien. Als eerste wil ik laten zien hoe je een lamp aandoet in Lightroom. Vervolgens wil ik laten zien hoe je de lamp een kleur geeft, zodat het effect wat realistischer overkomt. Dus zonder verder uitstel springen we nu in Lightroom en gaan we aan de slag. En hier heb je dan onze voorbeeldfoto. En hier hebben we in het midden een grote lantaarnpaal. En we hebben hier nog een lantaarnpaal. En we hebben daar nog een kleine lantaarnpaal. Die willen we allemaal aan gaan zetten. En dat doen we met behulp van het radiaalfilter. En als we foto's gaan bewerken in Lightroom, echt bewerken, dan doen we dat in de ontwikkelmodule. Dus daar zitten we in. En onder het histogram aan de rechterkant, daar vind je een aantal functies zitten. En de ene laatste daarvan, het rondje, dat is het radiaalfilter. Nou, daar klikken we op, dan komt er een nieuw drop-down menu naar beneden. En vervolgens kunnen we het radiaalfilter zo meteen gaan toepassen. Nou, ik moet daar een rondje gaan tekenen. En ik klik op de foto waar ik het ongeveer wil hebben. En ik hou de linker muisknop vast. En vervolgens maak ik het rondje groter en een beetje in de vorm zoals ik hem zou willen hebben. Ik hoef daar nog niet heel precies mee te zijn. Ik kan dat nog aanpassen. En ik ga het rondje plaatsen waar ik wil, het filter plaatsen waar ik wil hebben. Als ik nu wil zien wat het effect is van het filter, dan kan ik hieronder de mask overlay aanzetten. En als je dat nu ziet, dan zie je meteen dat de hele foto rood is. En zie je dat eigenlijk alles wordt beïnvloed door het filter, behalve de lantaarnpaal. En dat moet dus precies andersom. Dus ik moet mijn filter gaan omkeren. En ook dat doe ik weer aan de rechterkant, ga ik een stukje naar beneden en daar staat bij doezelaar omkeren. En als ik daarop klik en ik vink het vakje aan met omkeren, dan zie je dat in één keer alleen maar mijn lantaarnpaal het glas dan rood gekleurd is en niet meer de hele foto. En dat is de eerste stap. Vervolgens moet ik gaan zorgen dat die lantaarnpaal ook gaat branden en dat doe ik bij de belichting. Ik ga mijn belichting gewoon omhoog brengen. En hoe hoger ik die ga brengen, hoe feller die op een gegeven moment wordt. Nou, dat mag best wel aan het stop zijn. Ik zet even mijn overlay uit en dan kan ik het namelijk beter zien. En hij komt er aardig wat. Ik ga hem zo'n 3 stops omhoog brengen. En als ik nou even het filter uitzet, dus dat het puntje weg is, dan brandt ineens die lantaarnpaal. En als ik dan onderaan bij het lichtschakelaartje even de voor en de na laat zien, dan zie je dat die nu uit is en nu brandt die. Daar zit best wel een verschil in. Nou, je ziet ook dat ik een beetje daar omheen heb gelaten. Dat mag ook best wel. Want een lantaarnpaal straalt licht uit. Nu kan ik ervoor kiezen om dit radiaalfilter te kopiëren en te plakken naar de andere lantaarnpalen. Maar ga ik dat doen en ik wil nog dingen aanpassen, dan moet ik dat voor elke lantaarnpaal individueel gaan zitten aanpassen. Nou, dat ga ik nog niet doen. Ik ga dus eerst de kleur matchen met de foto. En vervolgens dan pas het filter te kopiëren naar de andere lantaarnpalen. En om de kleur aan te passen ga ik in mijn rechter menu, aan de rechterkant, ga ik naar beneden. En daar vind ik bijna onderaan vind ik kleur staan met een vakje met een kruis erin. En als ik daarop klik dan komt er een kleurenpalet naar boven. En hier kan ik dus eigenlijk allerlei kleuren selecteren. En dat zie je ook, ik kan hier een rode lantaarnpaal van maken, ik kan er een blauwe lantaarnpaal van maken. Hij kan groen worden, ja, maar we willen natuurlijk richting rood, richting geel. Ja, daar is in de buurt zitten. Om nou een kleur te kiezen die ik is wat lastig. Ik wil eigenlijk een kleur hebben die in de foto zit. En om dat te kunnen doen is er een klein trucje. Ik klik in mijn kleurenpalet op een kleur, maakt niet uit waar. Ik klik in ieder geval ergens op een kleur. En vervolgens hou ik mijn linker muisknop ingedrukt. En ik ga nu slepen en nu kan ik zo doorslepen. En nu kan ik eigenlijk elke kleur in de foto kan ik selecteren. Nou, je hebt hieronder wat oranje tegels. Ik vind dat eigenlijk misschien wel mooi. En als ik hier aan de zijkant, misschien de muur is wel mooi. En zo kan ik een beetje kiezen
Wat ik denk, nou dat is wel een mooie kleur die eruit staat. Ik denk dat ik toch voor de stoeptegels ga, voor de klinkers ga. En als ik dit nu zo heb gedaan, heb ik een mooie oranje kleur die uit de foto komt. Nou, als ik daar zeg van, hij moet toch iets minder oranje, dan kan ik hem altijd nog een klein beetje aanpassen. Maar dan heb ik in ieder geval een kleur die matcht met de foto. En als ik dat in dit weer ga bekijken door het lichtschakelaartje aan en uit te zetten, hoe die was en hoe die is, dan ziet dat er best wel grappig uit al. Nou, dit filter ga ik kopiëren naar de andere twee lantaarnpalen. En dat doe ik door op het filter te gaan staan, mijn rechte muisknop in te klikken en klikken voor dupliceren. En vervolgens kan ik hem zo, hoppakee, naar een andere lantaarnpaal slepen. Nou, dat ga ik nog een keer doen, dupliceren en ik kan hem weer naar een andere lantaarnpaal slepen. Alleen deze zijn natuurlijk veel te groot, dus ik moet deze aan gaan passen qua formaat. Ik klik er even op en ik ga inzoomen en ik ga hem aanpassen zodat hij wat beter overeenkomt met de lantaarnpaal zelf. Zo, dat is die. En vervolgens gaan we ook deze nog even aanpassen. Deze is natuurlijk een heel stuk kleiner. En hij hoeft alleen maar in het glas hoeft die licht te geven en niet overal. Zo. En als ik dan weer uitzoom, heb ik drie lantaarnpalen die alle drie zijn voorzien. Ik ga uit het radiaalfilter. En nu zie ik hier mijn lantaarnpalen geven licht. Ik zou het nu hierbij kunnen houden, maar ik kan het effect ook nog wat versterken door de belichting van de algehele foto wat naar beneden te brengen. En dat doe ik eigenlijk heel simpel. Bij de standaard opties heb ik hier gewoon de belichting en hier kan ik gewoon mijn belichting naar beneden halen. En als ik zo'n anderhalve stop doe, dan is mijn foto ineens een soort van avondfoto geworden en branden mijn lantaarnpalen netjes in deze scène. Stel nu dat ik alsnog een radiaalfilter wil aanpassen, dan ga ik weer in mijn radiaalfilter aan de rechterkant onder mijn histogram. En vervolgens klik ik het desbetreffende radiaalfilter aan. En kan ik dit aanpassen zoals ik dat zou willen. Dus ik kan zeggen, ik wil deze nog wat lager, misschien wat breder. Ik ga hem iets verplaatsen, want zo staat die beter. Deze is misschien toch wat groot, ga ik wat kleiner maken. Dat kan allemaal. Zo, en de achterste wil ik misschien ook nog wat kleiner maken en misschien wil ik hem zelfs wat minder fel maken, want dat staat beter. Ik noem maar op. Ik ga weer uit mijn radiaalfilter en dit is dan mijn eindfoto geworden. En zo zie je hier de voor en de na. En zo zie je maar dat je met een paar simpele muisklikken een lamp aan kan zetten in Lightroom. Ik ben benieuwd of jij deze truc al kende in Lightroom en of je hem al eens hebt toegepast. Ook ben ik wel nieuwsgierig naar of je dit soort trucs handig vindt. Want er zijn namelijk nog veel meer tips en trucs die kunnen met Lightroom. Laat het me weten in de reactie onder deze video. Voor nu, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, te liken en het belicoontje aan te klikken. Stay safe en tot de volgende video.